Je kan op Twitter je account op twee manieren instellen. Je kan dat openbaar zetten of door middel van een slotje afschermen voor alleen de personen die jij toegang geeft tot je account, dus die je toelaat als volger. Nou, als bedrijf zijnde wil je altijd een open account. Ik kom heel weinig bedrijven tegen die hun account afschermen. Want ja, afschermen geeft eigenlijk aan van ik heb geheimen, ik wil niet dat mensen mijn tweets gaan lezen. Nou, als bedrijf ben je erbij gebaat om natuurlijk zoveel mogelijk exposure te krijgen. Dus je wil je account gewoon openbaar hebben. En dat zal zeker alleen maar ten goede komen aan je vindbaarheid en aan je de tweets natuurlijk. Want die worden meegenomen in Google en met een slotje niet. Plus dat mensen je ook veel eerder met jou in dialoog gaan, omdat ze je kunnen volgen. En niet eerst door de ballotagecommissie moeten van je bedrijf, voordat ze pas een volger mogen zijn. Dus gewoon, zakelijk account is openbaar, naar mijn mening.